En dan mijn gast van vanavond presenteerde 15 jaar lang De Wereld Draait Door. Maar hij brak pas definitief door toen hij met Rob Kemps een programma mocht maken over Franse chansons. Momenteel is hij druk met zijn zaterdagavondprogramma Matthijs gaat door. Een nieuwe spelshow, een muziekprogramma, een tweede serie over Franse chansons, een boek over Franse chansons, een kledinglijn over Franse chansons en een Franse chanson over Franse chansons. Hier is Matthijs van Nieuwkerk! Wat leuk dat je er bent. Met alle plezier. Nou, wat goed. Het publiek gaat helemaal los. Dat is leuk, toch? Dit is, ik vind het, mensen, waren ze bij De Wereld Draait Door ook altijd zo extatisch? Ik heb veel uitzendingen gemaakt. Er waren avonden bij dat het hierop leek. Dit is echt geweldig. Ja. Was het nou een staande ovatie? Ik durfde bijna niet te kijken. Staande ovatie. Ja. Dat deden wij geloof ik niet. Nee. Maar een enthousiast publiek is het halve werk. Wat is het geheim van een enthousiast publiek? Nou ja, het is letterlijk bijna het halve werk. Ja. Je wordt gedragen. Ik heb... Heb jij meegemaakt... Misschien niet, je bent een verwende jongen volgens mij. Heb jij meegemaakt dat je... laat ik het anders zeggen. Toen De Wereld Draait Door begon... Mm-hmm. Dat is dus 17 jaar geleden, maar dat was 15 jaar geleden... hadden we onze eerste uitzending. Ik was onbekend, het programma was natuurlijk niet bekend. Ik wist eigenlijk niet zoveel van tv. Nee. Dus ik had ook helemaal geen idee. Er zaten mensen. Ja. En ik dacht, nou, die komen voor ons. Wat leuk. En ik heette ze ook van harte welkom, zoals jij dat waarschijnlijk ook gedaan hebt vanavond. Mm-hmm. En wat fijn dat u er bent. En help mij, ik ben nieuw. Ik probeer hier iets van te maken. Ja. Het lijkt me hartstikke moeilijk. Precies wat ik heb gezegd vanavond. Ja. Precies. En ik wist niet dat wij dat publiek kochten. En dat is... Dat is waar. Nou, we moeten er niet te lacherig over doen. Want heel veel van onze collega's kopen hun publiek omdat het niet anders kan. Of het tijdstip is in courant van opnames of weet ik veel wat. Ja. Ik wist van niks. Het publiek was in ieder geval gekocht. Ja. Maar ik zou je zeggen, mijn allereerste interview in De Wereld Draait Door... En dat was ik dus hartstikke nerveus voor. Ik was ook echt goed als... Ik wist het ook niet. Ik moest het allemaal leren. En ik moest mezelf afvragen of ik het kon. Mm. Was met Greta Duisenberg. Ja. Zegt ik je nog iets? Zeker. Nou, Pro-Palestina. Dus dat... Zeker, zeker. En toen heel actueel. Ja. En jij bent mevrouw Duisenberg. Ja. Het zweet staat hier zo helemaal in mijn pak, weet je wel. En daar zit een meneer die we dus gekocht hadden. Hoeveel betaal je dan? Nou, ik weet niet wat je betaalt. Okay. We hebben daarna de luxe gekregen. En ik denk dat jij alleen maar in luxe bent opgevoed gevoed en gegroeid, dat het publiek vanzelf kwam. Ja, zij komen vanzelf. Zeker. Ja, en ze bij ons misschien zelfs iets betalen. Absoluut. Ja. 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 Ze zijn ook allemaal... Ja. Maar oké, okay, dus zat die andere groep. De gekochte meneer. Daar zat een meneer. En uit mijn ooghoek zie ik die meneer natuurlijk. En op het moment dat ik aan het interview begin... mijn autocue-tekst was net af en dat ging redelijk... zie ik al dat zijn ogen gesloten zijn. Ogen zijn al gewoon zo. Zit iemand zo. En op een gegeven moment, op het moment dat ik een beetje moet duwen... aan mevrouw Duisenberg en het gesprek echt op spanning moet brengen... zie ik heel langzaam uit mijn ooghoek, alleen het lijf... want het is natuurlijk een contour, ik concentreer me op mevrouw Duisenberg... zie ik heel langzaam... deze man kapseisde van zijn stoel bij mijn première. Wow. En toen ben ik eens verhaal gaan halen. En toen heb ik het hele verhaal gehoord van dat je soms de luxe niet hebt... dat je een studio vol hebt. Want jij wist dat niet van tevoren? Ik wist helemaal niks van televisie. Oh, wow. Helemaal niks. Jij als quizmaster verbaasde mij een beetje. Het programma heet The Connection. Klopt? Dat klopt. Ik deed me ook een beetje denken aan een datingshow, The Connection. Weet je dat? Maar is het niet? Nee, wat is het? Het is een quiz. Dit is de eerste keer dat ik nog officieel ga uitleggen wat het leuk is. Want het duurt nog even voordat het op de televisie te zien is. En dan zal ik misschien op een trommel slaan, dat weet ik nog niet. Het is een quiz waarin we heel veel vragen zullen stellen. Zoals dat in een quiz gewoon is. Kennisvragen, niet al te makkelijk. Nou, maar best wel pittig. Leuk, leuk gewoon. Ja. Goed. Ja. Ja. En uiteindelijk heeft die quiz maar één antwoord. Oh. Ja, ik leg het niet goed uit. Nee. Want anders... al die vragen... Dus je hebt... ik zal maar zeggen, het duurt 50 minuten. Dan heb ik misschien 42 vragen gesteld. Daar zijn er 38 goed van beantwoord. Of 30, weet ik veel. Die 30 goede antwoorden...
daar zijn al een paar tussenconnecties gemaakt, voert nu te ver. Ah. Hebben uiteindelijk één antwoord dat alles aan elkaar knoopt. En dat is de connection. Wat leuk. Het verband. Ja. Heb jij al iets? Kun jij iets? Kunnen we het uitproberen? Ik heb hier allemaal leuke muziekjes en geluidjes. Zouden we? Heb je dat je zegt? Stel mij een vraag. Ja. Doen we alsof het werkt. Ja, nee, ik heb vanmiddag mijn best gedaan. Dit is dus eigen. Dit is eigen huiswerk. Ja, leuk. Kunnen we hem even een beetje quizzen licht? En ik heb hier een muziekje. Ja, ik doe. Licht ik doe vier. Vraag 1. Ja, ja. Jij bent de slimste mens geweest, toch? Ja, ja. Dus dit kan alleen maar misgaan. Ja. Maar, vraag 1. Okay. Ja. Welke Amerikaanse zangeres, ook wel bijgenaamd de Queen of R&B, brak in 2001 wereldwijd door met het nummer Fallin? Alicia Keys. Is goed. Vraag 2. Wat is de naam van het belangrijkste museum voor moderne kunst in het Spaanse Bilbao, dat tevens een van de opvallendste bouwwerken van die stad is? Daar ben ik net een boek over aan het lezen. Ik ben de naam vergeten. nee, niks zeggen. Ach, wat stom. Ik ben echt net een boek over aan het lezen. Dit is mijn blackout. Heb je een hint? Nee, want in de hint verraad ik de connectie. Dus wacht, dat kan niet. Oh, wacht even. Ja. Het is Guggenheim. Ja, het Guggenheim. Ja. Nee, ja, dat is onterecht. Vraag 3. Gênant. Vraag 3. In de 17e eeuw werd door Zuid-Nederlanders een kolonie gesticht aan de oostkant van Amerika die de naam Nieuw-Nederland kreeg. Ja. Welk scheldwoord, dat volgens een populaire verklaring is afgeleid van twee oer-Hollandse voornamen, hadden de Britten in die tijd voor de inwoners van deze kolonie? Yankees. Heel goed. Yankees. Heel goed. Heel goed. Zie je hoe leuk het is? Het is heel leuk. Dus Yankees, Jan Kees. Ja. Oké, okay. Vraag 4. Met dank aan welke populaire comedyserie, er werden er 236 van gemaakt, werd het kapsel The Rachel in de jaren 90 populair? Friends. Ja, is goed. Stop. Ik heb het je dus niet te moeilijk gemaakt, want Guggenheim had je eigenlijk moeten weten. Ja, had ik moeten weten. Is een rare blackout. Ja. Maar nu dus het volgende. Want dat is dan de vervolgvraag. Wat hebben Alicia Keys, Guggenheim Museum, Yankee en Friends met elkaar gemeen? New York. Is helemaal goed. Yes! Is helemaal goed. Is helemaal goed. Is helemaal goed. Connection is vanaf volgende maand is het te zien op NPO 1. Dan ben jij er niet meer, want je gaat Chanson 2 opnemen. Je bent er nog wel, maar je gaat... Ik ga naar Parijs. Je bent niet meer in Nederland. Ik ga weer naar Parijs. Dus je zit lekker alweer een volgend programma te maken, terwijl het andere programma op tv is. Ja. We gaan allemaal kijken naar de Connection. Heel fijn dat je er was. En volgens mij is niemand in slaap gevallen. Dus, dankjewel, Matthijs van Nieuwkerk. Jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Doei. Hey, hallo mensen. Ik moet jullie iets vertellen. En ik ben namelijk ergens achtergekomen. We doen namelijk na de avondshow ook altijd nog voor de lol samen met de gast even een spelletje. Gewoon onder elkaar. En nu blijkt dat dat steeds gefilmd is. En dat dat allemaal gelekt is naar NPO Start. Raar, toch? Nou, wil je weten waar ik het over heb? Kijk dan zelf maar even op NPO Start.